Maar voor ons als CDA staat echt diergezond bovenop. Bovenaan. En ik laat me ook niet aanleunen dat wij het met Schouten op alles eens zijn, want dat zijn we niet. De voermaatregel voor de melkveehouderij was een van de belangrijkste thema's tijdens een bezoek van Tweede Kamerlid Jacco Geurts van het CDA aan melkveehouderij Verhul in Witteveen. In die week dat bekend werd dat de minister er niet uitgekomen was met de sector, heb ik diepe onmacht gevoeld. Omdat daarvoor alle signalen waren, we gaan er met de sector uitkomen. En dat is niet gelukt. Dat heeft ook tot de motie van het CDA en de VVD geleid. Die heeft ook een meerderheid gehaald. En ik verwacht echt dat deze minister hem gaat uitvoeren in belang van onze agrarische bedrijven in Nederland. De motie houdt in dat het PBL het alternatief vanuit de sector moet doorrekenen. De teleurstelling is groot bij melkveehouder Anneke Verhul. We zijn gewoon, denk ik als boeren, ook gewoon niet blij met alle maatregelen die er nou steeds weer bij komen. En welke maatregel dat ook is, of de voermaatregel of een andere. Het is allemaal lastverzwarend, hè? Je kostprijs, het moet er wel allemaal kunnen. Het bezoek van Geurts is een verlaten mekadate. Dat wordt georganiseerd door Boeren van Nederland en Team AgroNL. Gewoon de wetenschap dat we als boeren toch met allerlei middelen het verhaal kunnen doen van wat het betekent, deze voermaatregel. Dat het gewoon eigenlijk niet op boerenverstand is gebaseerd, maar gewoon een papieren labmiddel eigenlijk. En dat hebben we gewoon uitgewisseld en ja, we hopen dat die daar toch weer verder mee kan. De kennis die ik tot op heden heb, denk ik dat het sectorvoorstel meer stikstof op de kant trekt dan de ministeriële regeling. Nou, dat zou voor Nederland BV, is dat heel belangrijk. Dus ja, wat dat betreft kan het daar niet op misgaan. Ook over de boerenprotesten werd gesproken. Je wil verder met je bedrijf en dat staat voor iedereen denk ik als een paal boven water. En hoe gaan we dat doen met z'n allen? En ik weet niet wat daar wel aan bijdraagt. Maar wees wel, iedere actie krijg je ook weer een reactie van. Dus ja, probeer met z'n allen wel positief te blijven. En met elkaar ervoor te strijden voor dat we allemaal een boterham verdienen in de agrarische sector. En ook een gezonde agrarische sector hebben. Nou, ik heb me voorgenomen om geen mening te vormen over acties. We hebben het gewone protestrecht in Nederland, demonstratierecht. Dat is een groot goed. Dat laat ik gewoon ook aan de boeren over om daar wel of niet gebruik van te maken. Wat ik ze wel mee wil geven is van let op dat je wel het draagvlak in de samenleving behoudt. Want ik denk dat dat van levensbelang is voor de toekomst van de agrarische bedrijven.